In het hele land komen mensen vandaag samen om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. In Rotterdam staan ze vandaag stil bij de Nederlandse zeelieden die zijn omgekomen tussen 1940 en 1945. En onze verslaggever Mark Kampers die staat bij het Nationaal Koopvaardijmonument waar de herdenking om 10 uur begint. Goedemorgen Mark. Een hele goede morgen. Deze ochtend wordt er stilgestaan bij de zeelieden die voor onze vrijheid hebben gevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dat gebeurt hier in Rotterdam bij het Nationaal Koopvaardijmonument. Er worden hier vandaag 26 kransen gelegd. De voorbereidingen zijn in volle gang. En naast mij staat de Els Jacobs. Goedemorgen. U bent maritiem historica. Om te beginnen, hoe belangrijk is de Nederlandse koopvaardij geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog? In de strijd tegen de Duitsers en de Japanners denk ik dat je kunt zeggen dat de grootste Nederlandse inspanning door de Nederlandse koopvaardij is geleverd. De meeste Nederlandse schepen waren buitengaats toen Nederland werd bezet door de Duitsers. En de Nederlandse regering heeft vrij snel een vaarplicht afgekondigd. Om te zorgen dat de Nederlandse schepen konden helpen om allerlei soorten van goederen, munitie, materiaal, mensen, brandstof natuurlijk vooral ook, naar Europa te brengen om de strijd te winnen van de Duitsers. En hetzelfde eigenlijk in Azië tegen de Japanners. Hoe gevaarlijk was dit? Levensgevaarlijk. Stel je voor, de Duitsers voeren rond met U-boten. Die hebben lange tijd in de Atlantische Oceaan het veld ook beheerst, omdat geallieerde vliegtuigen geen steun konden geven, maar een deel van de Atlantische Oceaan vanuit Engeland en een ander deel vanuit de Verenigde Staten. En in het midden, daar hadden zij vrij spel. En ze konden schieten op alles wat daar voer. Dat was dus levensgevaarlijk. Tot slot, hoe komt het dat we er zo weinig over weten, over die Nederlandse zeelieden tijdens de Tweede Wereldoorlog? Dat in Nederland er in zijn algemeenheid weinig bekend is over onze geschiedenis. We hebben een koning die geschiedenis heeft gestudeerd, een premier die geschiedenis heeft gestudeerd. Zij weten hoe belangrijk het is om het verleden te kennen, om het heden te begrijpen. Maar in het Nederlandse onderwijs besteden we daar nauwelijks tijd aan. En dan heb je musea, zoals het Maritiem Museum Rotterdam, die daar aandacht aan besteden. Maar zij kunnen het niet alleen. We zouden echt een groter besef in Nederland mogen hebben. En dan weten we ook wat onze zeelieden in de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan. Okay, dank u wel voor uw tijd. En zometeen verwachten we hier ook prinses Margriet en burgemeester Abu Talib. En er worden hier achter mij 26 kransen gelegd bij het Nationaal Koopvaardijmonument in Rotterdam. Ja, straks gaan we weer terug naar Mark. Er wordt wel iets interessants gezegd. Hè? De koning en de premier hebben geschiedenis gestudeerd, maar op scholen is er nauwelijks aandacht voor wat er destijds is gebeurd. Deelt u die mening? Nou, het kan echt wel, denk ik, beter. Je kunt kinderen nog meer uitleggen over onze geschiedenis. Maar juist daarom zijn plekken zoals het Nationaal Monument Kamp Vught zo belangrijk, waar ieder jaar ongeveer 80.000 kinderen op bezoek komen, dan echt door hele goede rondleiders overal langs worden gebracht, die dingen vertellen wat er is gebeurd, zodat het een beeld wordt voor kinderen. En wat we nu hebben gedaan is een speciale audiotour voor kinderen gemaakt. Dat het ook op hun leeftijdsniveau wordt uitgelegd wat daar heeft plaatsgevonden. Ze komen daar, kan ik me voorstellen, na zo'n busreis toch een beetje uitgelaten aan. Hoe vertrekken ze dan daarna? Ze zijn meestal heel erg stil. Ze krijgen het hele verhaal door, wat ik zei, hele goede rondleiders, enorm betrokken vrijwilligers. En die leggen alles uit. En dan staan ze voor dat kindermonument. En dan zie je ze altijd zoeken naar namen en naar leeftijden. En dan zien ze dat er gewoon kinderen van een paar dagen oud zijn afgevoerd en vermoord. En dat komt natuurlijk bij deze kinderen heel erg binnen. We proberen ook schoolklassen te betrekken bij de herdenkingen, dat gebeurt ook altijd. De Schalmenschool in Vught, die doet mee en de kinderen lezen de namen voor. Ze zijn er altijd aanwezig en denken dat dat heel erg belangrijk is. Maar het is vooral een plek. Ik zou echt iedereen in Nederland willen aanraden, ga er eens kijken. Dan kom je op de plek waar het is gebeurd, het concentratiekamp van Nederland, met een hele mooie tentoonstelling waarin 7 seizoenen worden uitgelegd wat er gebeurde op zo'n plek van herinnering. Het is gewoon heel indrukwekkend. U zegt ook, het is het enige concentratiekamp van Nederland. Wat is het verschil met dan die andere vreselijke plekken, als bijvoorbeeld een Westerbork? Je hebt werkkampen, waar mensen echt te werk werden gesteld. Concentratiekampen waren meer plekken waar mensen werden gedetineerd onder echt een gruwelijk regime.
In Vught zaten overigens niet alleen Joodse mensen, maar ook gijzelaars. Er zaten Jehovah-getuigen. Er zaten allerlei groepen. Iedereen kreeg een apart driehoek uit welke groep die kwam. Mm. Politieke gevangenen. Dus alles werd bij elkaar gezet, maar je zag wel verschillende regimes. En zeker bij de Joodse mensen was het regime echt bar. Er zijn niet voor niets in de eerste maanden al honderden mensen overleden. Mm. Bijvoorbeeld ook een topscorer van Ajax. We proberen ook iedere keer relaties te leggen met verenigingen om te laten zien van dit was ook één van jullie. Een jonge man, 25 jaar, in een paar dagen overleden aan de hongersnood. U noemde net al even Lottie Hufner, maar u wilt ook in het bijzonder stilstaan bij Ernst Verduin. Wie is dat? Een hele bijzondere man. Hij is onlangs overleden, 94 jaar geworden. Hij heeft heel veel tijd besteed aan het uitleggen op scholen wat er is gebeurd. Hier zie je hem ook op een school. Hij heeft heel veel geluk gehad, zegt hij zelf. Maar hij heeft op een hele slimme manier iedere keer weten te ontkomen aan de dood. Hij heeft Auschwitz overleefd. Hij heeft Buchenwald overleefd. Iedere keer door, net op het allerlaatste moment, dat de groep waarin hij zat, de gaskamers in moest, iets te doen waardoor hij uit de rij ging. Op een bepaald moment had hij zijn hand geklemd, moest hij nog even naar een ziekenboeg. Heeft hij op deze manier de dood weten te ontspringen. En hij wist altijd erover te vertellen op een hele betrokken manier. Nooit veroordelend, altijd met wat voor dilemma's kom je tegen om ook kinderen weer te bereiken. Dus was een hele bijzondere man. Die was ook altijd bij de herdenkingen. Ja, wat ik net zei, helaas is het nu voor het eerst zo dat we geen mensen meer bij de herdenking hebben die daadwerkelijk er ooit ook hebben gezeten. Maar daarom proberen we weer kinderen te vragen. Een achterkleinkind gaat nu weer spreken over zijn grootvader die daar ooit heeft gezeten. En in hoeverre zie je in de omgeving van kamp Vught dat mensen misschien wel extra betrokken zijn bij wat er daar is gebeurd? Ja, er is enorm veel betrokkenheid. Vanuit de scholen, vanuit de gemeente. Mensen komen daar veel. We hebben meer dan 100 vrijwilligers uit de regio. Er zit ook altijd iemand in onze raad van toezicht die juist die betrokkenheid heeft met de gemeenschap. Want dat is ook zo'n dilemma. We weten dat we toen ook al het prachtige strand hadden van Vught. En daarnaast het concentratiekamp. Dus mensen wisten het en probeerden ook iets af en toe te betekenen voor de mensen die daar vastzaten. Maar het is heel lang in stilte geweest in het bos, dat niemand precies wist wat daar gebeurde. Maar mensen liepen natuurlijk wel een uur lang vanaf het station naar het kamp. En we hebben dus nu ook weer railsen opnieuw daar neergelegd. Onlangs hebben we 2 wagons uit Westerbork overgekregen naar Vught. Dus van de wagons zoals die in der tijd zijn gebruikt bij de transporten. Dus dat is heel belangrijk, denk ik, dat we een aantal plekken in Nederland hebben. We hebben meer herinneringsplekken waar je daadwerkelijk present bent op de plek waar het is gebeurd. Het was hier. Het is een mooi gedicht en ik denk dat dat ook belangrijk is. Dan leeft het, dan voel je wat het betekende.